Hallo, het is dag 2 van de LCIT en dat betekent ook het tweede Gouden Journaal. Waarschijnlijk heb je vanochtend genoten van een paar colleges of heb je een informatiemarkt bezorgd. Of ben je misschien wel op de hogeschool bij Mark Duiters geweest, wie weet. En waar we nu zijn, nou, ik zal eens even kijken. Bijna op dezelfde graden als gisteren. We zijn namelijk vandaag in het Huigpark. Vandaag hebben we niet één, maar zelfs twee tafelgasten. Dus vertel even, wie zijn jullie? Ik ben Kees van Plankkoorts. Ja, en ik ben Lex, ook van Plankkoorts. En wat is er nou anders aan zo'n studentensportvereniging dan echt een studentenvereniging? Dat je er ook bij sport. Ik vind sporten veel leuker dan alleen maar bier drinken. Ik vind windsurfen vooral heel vet. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon fucking vet om hard te gaan en hoog te springen met een windsurfsetje. En wat draagt het nou bij aan de studenten-experience? Nou, ik vind dat als je eenmaal student bent, dan kan je iets heel nieuws proberen. Ik ben, toen ik dus ben begonnen met mijn studententijd, ben ik dus bij Plankkoorts gegaan. En ik heb ineens een hele nieuwe sport opgepakt. En dat is best wel vet. Ik heb echt enorm veel dingen geleerd. En zeker aan te raden om een sport op te pakken die je nog nooit hebt gedaan. Zeker. En hier op de watersportmarkt gaan jullie zo meteen ook een demo geven. Vertel even, wat gaat het worden? Een heel klein voorproefje daarvan. Ja, we gaan heel even, het waait hier niet zo heel hard, dus we gaan low in freestylen, wij met z'n tweeën. En dan hebben we nog een meisje, die gaat zo meteen door de gracht heen winchen met een kiteboardje. Kitesurfen is wel minder vet, maar... Helemaal goed, dankjewel. We hebben weer een hele leuke tafelgast, want vandaag hebben we in de studio, vertel. Ik ben Kees Vaas, ik ben projectmedewerker van de LCIT. Nou, ontzettend leuk. Maar waar je eigenlijk voor bent hier in onze studio, dat is voor het LCIT Dansje. Want vertel even, wat heb jij met het LCIT Dansje? Nou, ik heb zelf de LCIT 7 jaar geleden gelopen. En sinds 15 jaar is er al ieder jaar dat traditionele dansje. En de eerste keer dat ik zelf LCIT deelnemer was, vond ik het al super leuk om gewoon een beetje op een bekend nummer een paar makkelijke danspasjes uit te voeren. En vooral dat dan die hele beestenmarkt bij het verzamelen en al die plekken gewoon helemaal vol mee gaan doen, dat vind ik echt fantastisch. Dus sinds dat jaar ben ik ieder jaar gewoon het dansje gaan leren. En het is dit jaar het 15e jaar dat er een LCIT dansje is. En ik mag zeggen dat ik ze ook alle 15 bijna helemaal ken. Alle 15 nog steeds? Ja. En denk je ook niet dat het gewoon voor zo'n universeel gevoel zorgt, zo in de stad? Ja, ik denk het wel. Het is gewoon een heel makkelijke manier om op zo'n plein, als je met allemaal vreemde mensen staat, om dan gewoon heel makkelijk met elkaar eventjes hetzelfde te doen, een soort betrokkenheid te voelen. Het duurt ook natuurlijk niet zo lang. Ja, en dan hebben we nog één laatste vraag. Kan je er eentje of misschien een remix voordoen voor ons? Ja, wil je dat ik dat nu gewoon begin? Zal ik dan gaan staan? Ik kan er maar eentje doen. Doe ik wel even een stukje. Naast de watersportmarkt is er natuurlijk ook het Springkussenfestival. En ik sta hier naast de grootste ballenbak van Nederland. En daar wil ik natuurlijk wel even een duikje in nemen. Volgens mij voel jij je weer helemaal kind, hè, in deze ballenbak. Ik voel me altijd kind. En wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik ben naar Quintus geweest. En toen ben ik hier gekomen en ik heb in de ochtend een faculteitenprogramma gedaan en mensen ontmoet voor mijn studie. Ik wou zeggen, ben je nog wel naar de universiteit geweest? Die was je even vergeten, hè? Zeker wel, maar ik heb me herinnerd. Mooi, mooi. Hey, waar zitten we eigenlijk naar te kijken, meiden? Shit, joh. Allemaal watersporten van de Leiden Universiteit en zo. En willen jullie lid worden? Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, dat weet ik ook nog niet. Ja, heel misschien wel, ja. Oh, leuk. En waar zit je aan te denken? Heel misschien doe je. Ah, leuk. Ja, natuurlijk een echte studentenvereniging sport, hè? Ja, maar je moet wel op gewicht zijn dan. Dat is zeker waar. Ik sta hier naast mentor mama Anne en ze heeft hele mooie gele nagellak. En misschien is het wel een voorteken dat zij straks de leukste mentor van de week wordt. Maar is jouw mentor nou toch leuker? Laat het even weten via onderstaand WhatsApp-nummer en geef je mentor op voor de leukste mentor van de week. Ja, dit was hem weer. Het tweede Gouden Journaal van LCIT 2019. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Tot dan. Joehoe.